collega's. Ik zou u graag inderdaad vandaag door een aantal reflecties willen leiden die betrekking hebben met de K van de katholieke school en ook voor een stuk toegepast op de katholieke hogeschool. Ik heb voor u een presentatie voorbereid die bestaat uit vijf luikjes. Ten eerste zou ik graag vertrekken vanuit het mensbeeld dat wij hanteren voor de reflectie op de katholieke dialoogschool. Ten tweede zou ik graag dieper ingaan binnen dat mensbeeld over de vraag hoe komt in feite de geloofsrelatie daarbinnen tot stand. De derde vraag zal gaan over hoe kan dat dan zich vertalen in een school die, zoals in de inleiding gezegd, gekenmerkt is door levensbeschouwelijke diversiteit. Ten vierde zou ik graag aan u, het is de eerste keer dat ik dat doe, een aantal empirische resultaten laten zien van studenten aan de KU Leuven en hoe die zich verhouden tot dat model van de katholieke dialoogschool, de studentenpedagogie, waaraan ik RZL geef aan onze universiteit. En tenslotte, omdat de uitnodiging komt vanuit de dienst pastoraal van deze hogeschool, wil ik ook een aantal reflecties formuleren over wat dit nu zou kunnen impliceren, zo'n katholieke dialoogschool voor hogeschoolpastoraal. Dat is zowat de lijn die ik zou willen volgen in de anderhalve uur die mij is toegemeten. Voilà. Ik hoop dat er op het einde ook nog wat tijd is voor vraagstelling eventueel, voor discussie over het concept dat intussen Vlaanderen breed, zoals je weet, wordt uitgerold. Goed, het uitgangspunt, en daar wil ik zeer helder over zijn, dit is geen neutrale visie op de werkelijkheid. Deze analyse vertrekt van een bepaalde antropologie, een bepaalde christelijke antropologie, die ik heb omschreven in een aantal publicaties over de mens die ik hier begrijp als wat ik genoemd heb technisch gezien, en ik leg dat straks uit, de mens als een broze, en elk woord is goed gekozen, denk ik, hermeneutische ruimte. Dat is eigenlijk het uitgangspunt van deze benadering. Ik vertrek dus in feite vanuit een bepaalde confessionele lezing van de werkelijkheid die bijbels geïnspireerd is. Ja. U weet misschien dat in de Bijbel gezegd wordt, in het boek Genesis, wordt gezegd dat de mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. Persoonlijk heb ik dat nooit goed begrepen, hoe dat dan mogelijk is dat de mens gemaakt is naar het beeld en de gelijkenis van God, omdat tegelijkertijd, zoals u misschien weet, in de Bijbel er een beeldenverbod bestaat. Anders gezegd, de Joodse traditie zegt, je mag geen beelden maken van God. Hoe kan dat dan dat de mens geschapen is naar het beeld van God als hij geen beelden mag maken van God? Dat is eigenlijk een soort van paradox in die antropologie die aan de basis ligt van de Bijbel. Het is ook typisch bijvoorbeeld dat orthodoxe Joden, die mag je niet fotograferen. Ja? Dat wordt als een belediging aangezien, omdat je dan probeert eigenlijk een soort van beeld te maken, God of de mens te fixeren. Als ik dat probeer te vertalen naar de antropologie toe die we willen ontwikkelen, dan zou je kunnen zeggen dat er in de mens vanuit een christelijke antropologie iets onafbeeldbaars zit. Iets dat je niet kunt in beelden vatten. Iets dat eigenlijk de mens overstijgt. We zeggen soms, het is iets... Het is hier, Frederik, kom maar binnen. Het is iets heiligs. Ja? Om het op een andere manier uit te drukken, je zou kunnen zeggen dat vanuit een christelijke antropologie, de mens meer is dan de som van zijn genen, zijn karakter en zijn sociale afkomst. Of nog anders gezegd, dat je de mens niet kunt herleiden tot wat de biologie, de psychologie en de sociologie over die mens te zeggen heeft. Dat je daar wel aspecten van kunt weten, maar als je de mens daartoe herleidt, dat die in een soort van gereduceerd mensbeeld steekt. Of nog anders gezegd, dat de mens radicaal bepaald wordt door onbepaaldheid. Ja? De betekenis van de mens ligt niet op voorhand vast. De mens is structureel door een vorm van vrijheid, door een vorm van verantwoordelijkheid gekenmerkt. Hij is in staat om dingen te ontvangen, door te veranderen. En hij is vooral ook in staat om de werkelijkheid te interpreteren.
En dat verwijst natuurlijk naar de term hermeneutisch. De mens is een wezen dat in staat is om de werkelijkheid te interpreteren. Er zit iets in de mens dat onbestemd is, dat niet op voorhand vast ligt. De betekenis van ons bestaan is niet gefixeerd. Er zit daar een ruimte in, die noem ik de hermeneutische ruimte, een soort van openheid die de mens en alleen de mens kenmerkt. In de klassieke theologie spreekt men van de ziel, of het binnenste van de mens, de essentie van de mens. Het is ook de plek theologisch, ik kom daar straks op, waarin de mens in staat is om dan God te ontmoeten. Nog anders gezegd, de mens is eigenlijk structureel een wezen dat ontvankelijk is. En een eerste belangrijke rol van een katholieke hogeschool zal ook zijn om die leesbeschouwelijke gevoeligheid, om die structurele ontvankelijkheid in studenten, om die bij hen te leren ontdekken door die ruimte, die hermeneutische ruimte, te laten opengaan. Ja? Het is zo dat het dier deze ruimte niet heeft. Alleen de mens heeft die ruimte. Vandaar dat er in een dier wel sporen kunnen zijn van iets dat respect verliest, maar alleen de mens is in staat om die vrijheid zo te benutten dat hij zichzelf kan overstijgen, dat hij zichzelf kan transcenderen. Die kat zal nooit kunnen die kubus oplossen. Ja, die kan dat gewoon structureel gewoon niet, omdat die eigenlijk geen hermeneutische ruimte heeft waarin hij betekenissen kan creëren of betekenissen kan ontvangen. Dat betekent niet dat dieren geen karakter kunnen hebben, dat is de psychologie, dat dieren niet biologisch gestructureerd worden, dat is de biologie, en dat ze ook geen sociale patronen kunnen ontwikkelen, dat is de sociologie. Maar een dier is niet in staat om cultuur te scheppen, is niet in staat om evolutie teweeg te brengen, kan geen kunst creëren, is niet in staat tot humor bijvoorbeeld, omdat een dier eigenlijk die hermeneutische ruimte niet heeft. Betekent wel dat een mens belast is met een opdracht die andere levende wezens niet hebben, namelijk dat zij geroepen zijn om betekenis te geven aan hun leven en ook verlangen, in staat zijn ook om die betekenisvraag als het ware te stellen. En dus ook ontvankelijk zijn voor een hele range van betekenissen. Het kan ook zijn dat de mens door het lijden dat hij ondergaat, eigenlijk in die hermeneutische ruimte, in die ruimte waar hij betekenissen kan ontvangen en geven, dat hij daarin ook verlamd kan worden. Dat is het verhaal van de lijdende Job uit het Eerste Testament, of het verhaal van de lijdende Christus aan het kruis, die zegt, God, waarom heb je mij verlaten? Ik zie geen perspectief meer. Mijn lijden tot in mijn lichaam sluit mij om open te zijn voor betekenissen te ontvangen. Dus de definitie die ik hier hanteer is de mens als een hermeneutische ruimte, waardoor hij ook onvoorwaardelijk, vanuit een katholieke antropologie, onvoorwaardelijk respect verdient vanaf het moment van de conceptie, waarin de potentialiteit van die hermeneutische ruimte is neergelegd, tot in de ziekte, het sterven en de dood, waar die hermeneutische ruimte zich dan opnieuw gaat toevouwen. En alle discussies die we vandaag hebben, van abortus tot euthanasie en palliatieve zorg toe. Dat je toch eigenlijk uitgaat van het respect voor die unieke openheid die in de mens gecreëerd is. In die zin is het zo dat je nooit zult kunnen dierenrechten en mensenrechten op dezelfde lijn zetten, dat er altijd een stuk een asymmetrie zal zijn tussen die twee, althans in deze antropologie. Leesbeschouwelijke bedachtzaamheid wekken bij jonge mensen betekent eigenlijk die hermeneutische ruimte in de andere erkennen en tot leven wekken. Ja? En onafhankelijk van het feit of de andere nu gelovig is of niet, katholiek is of niet, dat doet er niet toe. Jij hoeft niet katholiek te zijn, omdat ik zou kunnen in u erkennen dat er iets steekt dat onvoorwaardelijk respect verdient. Dat is eigenlijk de antropologie waaruit ik vertrek en waardoor ook alle mensen structureel met elkaar verbonden zijn. Ook de bootvluchteling die hier in West-Europa toekomt en die eigenlijk ook vanuit die openheid naar ons toe roept vandaag. Je moet niet katholiek zijn, trouwens, om dat te kunnen begrijpen, om dat ook te kunnen valideren. Betekent eigenlijk dat vanuit zo'n antropologie je zal proberen via je onderwijs de jonge mensen te ontroeren,
te laten, die hermeneutische ruimte in zichzelf te laten ontdekken. In elk kind, in elk jonge mens. En dat gebeurt natuurlijk door een hele schakering van dingen. Hè. De hoogtes en de laagtes van het leven, de schoonheid en de troost. De pijn en het lijden zijn ook plekken waar je plots die vraag gaat stellen, ja, maar waarom? Ja, een dier kan pijn hebben, maar kan niet lijden. Omdat het niet de vraag kan stellen naar het waarom en de betekenis van de pijn die het moet ondergaan. Hè. Mysterie en het onbegrijpelijke. Het feit dat de werkelijkheid keihard is, maar ook genadevol kan zijn. Ja. Het is ook in die ruimte, dat is dan Levinas natuurlijk, dat we aangesproken worden door die mens die broos is, die kwetsbaar is, die uitgesloten is. Hè. Ook de natuur die kwetsbaar is. Ook het verlangen natuurlijk dat in ons hart opklinkt, hè, waar Augustinus naar verwijst. En ik ben onrustig, want wat is eigenlijk de betekenis en waar kan ik dan uiteindelijk tot rust komen? Wat is de betekenis in feite van dit alles? Die vragen aanboren is een element van die leerbeschouwelijke vorming. Ik heb hier stille ruimte gezet, die eigenlijk een mooi voorbeeld is van zo'n hermeneutische ruimte, waar je jezelf in feite kan openen in stilte voor die vragen. Het is eigenlijk zelf ook op zichzelf, denk ik, een voorbeeld van wat een hermeneutische ruimte kan zijn. Ik kom er straks nog op terug. Die ruimte is broos. Hè? Dat is een tweede belangrijk element. Ze is broos omwille van verschillende redenen. Ten eerste, die ruimte is altijd al bezet. Ja? Als u hier binnenkomt, hebt u al een hele reeks interpretaties van de werkelijkheid. Ja? Je start niet van nul. Het kan zijn dat ik u al gechoqueerd heb, of onverschillig gemaakt, of in weerstand heb geplaatst. Omdat je eigenlijk al op een bepaalde manier de werkelijkheid geïnterpreteerd hebt en je luistert naar mij vanuit... selectief luister je vanuit die manier waarop die hermeneutische ruimte als het ware reeds bezet is. Het feit dat je autonoom bent is een absolute illusie. Ja. Je wordt eigenlijk al door een heleboel zaken die in die inrichting van die hermeneutische ruimte zijn, word je ook voor een stuk bepaald. De kwetsuren, je sociale achtergrond, de plaats die je hebt gehad in het gezin waarin je bent opgegroeid enzovoort. Hè. We zijn geraakt reeds door de werkelijkheid. Betekent ook dat niemand daar het perfecte evenwicht in gevonden heeft, dat we allemaal voor een deel de waarheid kennen, maar dat niemand de waarheid in pacht heeft, niemand heeft, kan het perfecte evenwicht in die hermeneutische ruimte bereiken. Niemand is zonder kwaad, want niemand kan dat daar perfect doen. Het feit dat ik hier sta en bijvoorbeeld niet iets aan het doen ben, dat de mensen in Nepal zou kunnen helpen, ja, dat bepaalt al de beperktheid van de manier waarop ik met die hermeneutische ruimte omga. En dat is eigenlijk wat de traditie zegt over de erfzonde. De erfzonde betekent, je komt in een wereld waarin je al vanaf de eerste dag, vanaf de eerste zin die je spreekt in een conferentie, eigenlijk al fouten aan het maken bent. Ja? Dat is eigenlijk de erfzonde. Erfzonde is het structureel al geraakt zijn door beperktheid. Ik vergelijk de erfzonde soms als het openen van een tube tandpasta. Op het moment dat je begint te duwen, dan weet je dat je nooit de pasta er nog gaat kunnen inkrijgen en dat je nooit meer perfect gaat kunnen in zijn originele vorm herstellen. Maar dat is eigenlijk ook ons bestaan. In die ruimte zijn we kwetsbaar. Ja? Je kan dus niet zomaar kiezen voor een bepaalde identiteit. Die identiteit is gegroeid vanop de manier waarop die hermeneutische ruimte is ingericht geworden. In die zin bekritiseer ik ook heel sterk, ook in de pedagogie, al die verwijzingen naar het constructivisme. Alsof het mogelijk zou zijn om uw eigen identiteit volledig, netjes, rationeel, cognitief, van nul af aan te gaan opbouwen. Er zijn zoveel dingen waaraan we onzichtbaar loyaal zijn en die mee bepalen hoe die hermeneutische ruimte geopend is, waarvoor we weerstand hebben, waar we op aanspreekbaar zijn, enzovoort. En dat zijn elementen van individuele aard, maar ook zaken die met cultuur te maken hebben, met traditie, met de tijdsgeest waarin we leven. Die hermeneutische ruimte is bijzonder broos, omdat daar natuurlijk zoveel vragen, zoveel mogelijkheden, zoveel verleidingen op inbeuken. Ja? Die eigenlijk vanuit de zingevingsmarkt komen en die proberen die ruimte te beïnvloeden. Ja?
En jonge mensen zijn daar bijzonder kwetsbaar in. Ook op een heel mooie manier aanraakbaar daarin, maar zijn daar ook bijzonder kwetsbaar in. Daar komen dan die bedreigingen van die hermeneutische ruimte aan bod, de lichamelijke kwetsbaarheid. Die hermeneutische ruimte wordt in een lichaam gedragen. En waarom is kindermisbruik zo verschrikkelijk? Omdat kindermisbruik in feite van jongs af aan ten diepste in de mens de betekenissen en de interpretaties van lichamelijke aanrakingen verstoort. En dat je eigenlijk als kind al niet meer weet wat je kan vertrouwen, wat je niet kan vertrouwen. En je, in feite in je hele betekenissysteem, als het ware, van jongs af aan wordt verstoord. Ja. Een tweede dreiging van die hermeneutische ruimte is het fundamentalisme. Mensen die zich vastklampen aan gefixeerde betekenissen, die ervoor zorgen dat die ruimte stabiliteit biedt, maar dat vaak op zo'n manier dat eigenlijk er altijd dualisme wordt gecreëerd en er mensen zijn die er binnen vallen en die er buiten vallen. En daar speelt natuurlijk mijn Holocaust-onderzoek een belangrijke rol, want dat is eigenlijk... Het nazisme is een manier om de hermeneutische ruimte met gefixeerde betekenissen vast te zetten. Als je dat doet, dan creëer je automatisch vormen van totalitarisme en schending van mensenrechten. Een ander gevaar dat we zien vandaag is juist het omgekeerde, namelijk dat er geen betekenissen meer zijn, dat er een soort van nihilisme is waar niets nog heilig is, waar niets nog oriëntatie biedt, en waarvan je dan eigenlijk kunt zeggen in een meer pessimistische analyse dat uiteindelijk het hoge aantal suïcides die we kennen in onze cultuur ook te maken heeft met het feit dat een aantal mensen eigenlijk in die hermeneutische ruimte, dat die niet beperkt is zoals in het fundamentalisme, maar in feite overloopt in een soort van totale oriëntatieloosheid. Ja. Dat is extreem. Wat natuurlijk het meest gebeurt is, alle verhalen zijn gevallen. Er is nog één verhaal dat recht staat vandaag, het verhaal van de markteconomie, die in feite niets anders doet dan een nieuw verhaal naar voren schuiven, die ervoor zorgt dat we betekenissen kunnen genereren in de hermeneutische ruimte. En dan leef je van de ene impuls naar de andere, waarbij dan de vraag is, wat is de volgende gsm die je kan kopen en wat is de volgende iPad die je kan kopen? En die een soort van tijdelijke bevrediging geeft door een soort van economisch proces op gang te brengen. Maar dat dan in feite heel vaak vastloopt als de mensen met de echte vragen geconfronteerd zijn die juist te maken hebben met de eindigheid van die hermeneutische ruimte. Vandaag omschrijven we de mens als gekenmerkt door radicaal polyfonisch. Hè? Dat betekent, in de jaren 50 had je de catechismus en daar stonden alle vragen en alle antwoorden op en iedereen kon juist hetzelfde antwoorden op alle vragen. En vandaag is die identiteit per definitie en structureel complex en polyfoon en pluraal. Niet alleen rondom ons, maar ook in onszelf. Ja? In die zin is het leerplan, want ik zie dat er ook docenten en godsdienst hier zijn, het leerplan al gedateerd. Want het leerplan stelt de vraag... Leerplan godsdienst, hoe moet je omgaan met pluraliteit? Ja, dat is eigenlijk niet meer de juiste vraag. De pluraliteit is onze identiteit geworden. Die is in feite bijzonder complex en bijzonder rijk. Wat denk ik ook enorm veel nieuwe mogelijkheden biedt. Voilà, vandaar de tweede grote stap. Naast het feit dat je die hermeneutische ruimte probeert te openen, is dat je bij jonge mensen dat respect voor die pluraliteit gaat aanleren, bewust worden daarvan en die gaan aanleren. Waarbij je ook hen zult helpen om interpretaties die binnenkomen in die hermeneutische ruimte en die ons manipuleren, om die te helpen deconstrueren. Ja. De grote gevaren vandaag van het werken met die hermeneutische ruimte, die je in een kritisch onderwijs probeert te ondervangen, zijn indoctrinatie, racisme en schending van mensenrechten en ook alles wat te maken heeft met de bedreiging van de natuur. Dus niet alles kan zomaar in zo'n hermeneutische ruimte. Paul Ricoeur heeft ooit gezegd, mijn verdraagzaamheid stopt op het moment dat de onverdraagzaamheid van de anderen start. Dus het is geen vrijheid, blijheid, maar het is leren kritisch ook omgaan met die pluraliteit in onszelf en in onze omgeving.
Het uitgangspunt daarbij is het leren positief kijken, en dan komen we heel dicht bij de dialoogschool, het leren positief kijken naar de diversiteit van levensbeschouwingen die onze samenleving vandaag kenmerkt. Ja. Want hoe lees ik dan het bestaan van verschillende levensbeschouwingen en verschillende religies? Wel, dat zijn verschillende manieren waarop mensen vandaag op een zinvolle manier die hermeneutische ruimte kunnen gaan beleven. Ja? En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het verschillende manieren zijn om licht dat van buiten in die ruimte komt, positief te gaan duiden. En dus het fundamenteel respect voor de andere en de manier waarop hij of zij, ja, anders, bijvoorbeeld als moslim, die hermeneutische ruimte beleeft en invult, ligt aan de basis van dat respect voor pluraliteit. Wat geen neutraliteitsclaim is, het is niet dat iedereen gelijk is of dat de andere mij onverschillig laat. Nee, het is precies vanuit dat groot respect voor het feit dat de andere raakbaar is voor iets absoluuts, dat ik ook en de andere, de manier waarop hij dat beleeft, zal willen respecteren. Ja. In die zin zijn openheid voor de andere en toch het hebben van een eigen identiteit zijn geen tegenstellingen aan elkaar. Het is geen fundamentalisme aan de ene kant of relativisme aan de andere kant. Het is precies omdat de andere als beeld van God gecreëerd is, dat ik ook zal moeten die andere in zijn anders zijn gaan respecteren. Omdat precies in de andersheid van de andere ik opgeroepen word om recht te doen aan het feit dat de andere als andere geschapen is. Nu, ik weet dat dat allemaal niet evident is. En dat je die gedachte van de mens als hermeneutische ruimte kunt deconstrueren. Hè. En er zijn mensen die zeggen wat de mens is. De mens heeft zelf niet die vrijheid. Hè. De mens is helemaal gedetermineerd. Of zeggen, ja, kijk, de mens heeft die ruimte misschien, maar dat is een toevallige uitwas van de evolutieleer. Je hoeft daar geen andere betekenissen aan toe te kennen. Dat is niet wat de mens beeld is van God. Hè. Dat is gewoon omdat dat toevallig een soort van, ja, gekke bokkensprongen in de mutatieprocessen. En daardoor hebben wij die ruimte, maar die is nergens op georiënteerd. Hè. Christine Hemrecht zegt, de vraag naar de zin van het bestaan heeft geen zin. Ja. Dus je kan ook eigenlijk zeggen, die hermeneutische ruimte die is iets puur contingents. Ja. Heeft niets te maken met de geschapen conditie van de mens. Heeft te maken met toevalligheden. Ja. En hier zie je dus dat je dus een ander mensbeeld krijgt dat andere implicaties zal hebben in het omgaan met deze thematieken. Goed, en voor mensen die met godsdienst bezig zijn, hermeneutische knooppunten, dat is juist wanneer je in een klassituatie komt en dus die verschillende invullingen van die hermeneutische ruimte met elkaar in botsing treden, dat je zal proberen om daar een gesprek rond te gaan organiseren. Ja. Waarbij de leerkracht godsdienst dan getuigt van een bepaalde invulling van die hermeneutische ruimte, ook specialist is om te weten hoe andere levensbeschouwingen die hermeneutische ruimte hebben ingevuld en waarin de leerkracht in staat is ook om dat gesprek te modereren, dat leesbeschouwelijke gesprek te modereren tussen die verschillende interpretaties van de werkelijkheid. En dan kom je heel dicht bij, al bij de dialoogschool. Daarbij is het zo, en dat is ook typisch voor een dialoogschool, dat daarbinnen er mensen moeten zijn, ja, verbonden eventueel aan de opdracht van de school of de hogeschool, die gaan getuigen van dat christelijk perspectief. Ja? Ik geloof niet dat er een automatische lijn is tussen de hermeneutische ruimte enerzijds en het gelovig worden anderzijds. Het is niet omdat je... Kijk, het is niet omdat je mensen in de stille ruimte plaatst hier, hoe mooi ze ook is, dat ze zullen God ervaren. Ja, er is geen lijn. Het kan ook zijn dat zij zeggen, ik ervaar iets helemaal anders of ik ervaar eigenlijk niets. Ja. In een context waarin onze cultuur nog zeer christelijk was, was dat evident. Ja. Vandaag zul je, als je wil, in die hermeneutische ruimte de religieuze ervaring mogelijk maken, zul je actiever elementen moeten aanbieden, hè, om mogelijk te maken dat mensen die religieuze ruimte, nee, die hermeneutische ruimte als religieus ervaren. Ja. En daarvoor heb je verhalen nodig, symbolen,
rituelen en tradities, maar daar zeg ik straks meer over. Waarlangs we kunnen de hermeneutische ruimte religieus ervaren. De meeste mensen hebben niet zo'n soort van religieuze ervaring in de transcendente zin van het woord. Ze ervaren het goede en het ware en het schone op een immanente manier. Ja. Vandaag is het zo natuurlijk dat we blijven zeggen dat vanuit een religieuze ervaring God dan, de transcendente transcendentie, om het theologisch te denken, dat die binnenbreekt in de religieuze ruimte. Dus God komt van elders. Je kunt die niet vinden door in die hermeneutische ruimte zelf te gaan graven. Die komt van buiten. Die breekt daarin binnen als een soort van licht. En u weet dat Guido van Heeswijk zegt dat vandaag er een taboe is in onze cultuur om over transcendentie te spreken. En hij gelooft dat de filosoof het voorwerk kan doen om dat dan toch voor te bereiden, hè, dat men God daarin kan zien. Persoonlijk twijfel ik daaraan, omdat het veel te particulier is en niet via filosofische argumenten kan binnengebracht worden. Dus wat is dan de godsrelatie, om toch ook iets te zeggen over de religieuze ervaring? Dus wat is God ervaren in deze benadering? Je zou kunnen zeggen, dat is het binnenbreken in die hermeneutische ruimte van een andere, een totaal andere logica. Ja, die ik niet zelf kan genereren. En die eigenlijk die onvervuldheid in mezelf, die onbepaaldheid in mezelf, als het ware zal brengen tot verbinding, tot vervulling, tot fundering. En je eigenlijk ervaart dat het leven zoals je het hebt, dat daar toch een eenheid, een betekenis aan zit, die ik niet zelf kan genereren, die ik niet zelf kan verbinden, die ik niet zelf kan vervullen. Ja? God ervaren staat er daar, en ontmoeten is voor de gelovige mens baden in een licht dat van elders komt. Dat eenheid sticht, teder maakt, de liefde een gelaat geeft, dankbaarheid oproept, vrede brengt, toekomst belooft, maar mij ook verantwoordelijk opnieuw maakt voor de wereld en de hermeneutische ruimte van de anderen. Dat is de religieuze ervaring, althans, zo zou ik die beschrijven. Wat dan een katholieke school volgens mij moet zien? Wel, zij moet natuurlijk mensen hebben die in dat perspectief staan. Niet iedereen, ja? Zelfs geen meerderheid. Maar dat perspectief moet daarin aanwezig zijn, ja? En ze moet op zijn minst zorgen dat er met respect over dat perspectief gesproken kan worden en die mogelijkheid toch niet op voorhand wordt afgesneden of geridiculiseerd. En dat dus die transcendente beleving van de hermeneutische ruimte een mogelijkheid blijft. Levensbeschouwelijke bedachtzaamheid. Pluraliteit binnen de hermeneutische ruimte. De getuigenisfunctie van degene die het geloofsperspectief inneemt, en tenslotte een vierde voorwaarde, denk ik, voor een katholieke school, is jonge mensen uitnodigen tot zelfverheldering. Ja? Anders gezegd, je biedt iets aan in de dialoog en de leerling beslist zelf en kan zeggen, ja, ik wil in dat binnenperspectief gaan staan. Ja, het vak RZL kan daar een uitnodiging toe zijn. Of ik zie dat puur als een kennismaking met een traditie die niet de mijne is en ook niet aansluit bij de manier waarop ik mijn eigen hermeneutische ruimte heb ingericht. Maar dat veronderstelt, ik ga er straks dieper op ingaan, dat we met respect de referenten die de religieuze ervaring vermiddelen in de hermeneutische ruimte, dat we daar met respect mee omgaan. En ik gebruik heel vaak de methode van de curverbox. Je kent dat misschien in veel scholen. Hebben ze zo'n box in plastic met zo'n 20 bijbels in. En dan de bel gaat en dan moet die leerkracht met die doos, met die 20 bijbels door die hangen. En dan ploft hij dat in de klas en dan smijt hij die bijbels in. En dan moeten ze één vers opzoeken dat dan zijn punt bewijst. Hè. En dan smijten ze weer al die bijbels en dan gaat de bel en is die leerkracht weer weg. Ja, als je zo omgaat met je symbolen in de hermeneutische ruimte, moet je ook niet verbaasd zijn dat men via die symbolen niet langer in staat zal zijn om het religieuze op een betekenisvolle, of minstens op een respectvolle manier
te beleven of althans te erkennen. Wat doet dan het vak RZL? Wel, het nodigt in feite alle studenten uit. Want RZL zegt, er is in elk van u een hermeneutische ruimte. Ja, en we willen die erkennen, we willen die openen, we willen die verrijken, uitdagen. Voor bepaalde leerlingen zal RZL, of studenten, zal RZL een verdieping zijn van een geloof dat er reeds is. Noemt het dan mystagogie. Voor een aantal leerlingen is het een manier om de christelijke traditie te erkennen of te herontdekken. Voor een aantal leerlingen met niet-christelijke beschouwingen is het een opportuniteit voor interreligieuze dialoog. En voor leerlingen die zeggen, dit is helemaal vreemd aan mij, aan mijn hermeneutische ruimte, is het een manier om te leren respect opbrengen, ook te zien hoe de hermeneutische ruimte in de andere gevuld is en functioneert. Ja. En dat hangt opnieuw samen met die christelijke antropologie die zegt, elk mens is in staat om moreel en op zijn minst religieus te reflecteren. Ja. Het is ook die typische reflectiedimensie die daarin aan bod komt. Vaticanum II zegt in Nostra Aetate, tweede paragraaf, de kerk heeft hoge achting voor die leef- en gedraagwijzen die, hoewel op veel manieren afwijken van haar eigen leer, toch vaak een lichtstraal van die waarheid weerspiegelt die alle mensen verlicht. Ja. Anders gezegd, in die hermeneutische ruimte valt er licht binnen. Ja. En het is de manier waarop wij intern gestructureerd zijn die dat zal filteren en dat tot betekenis brengen. Vaticanum II zegt, reeds toen, dat de katholieke kerk in staat is om ook de werking van dat licht in die hermeneutische ruimte van niet-katholieken, ook van niet-gelovigen, om daar met waardering over te spreken. Ja, en daar ook betekenis en zin in te gaan zien. Dat brengt mij tot de verschillende doelstellingen die eigenlijk voor elk leesbeschouwelijk onderwijs, confessioneel leesbeschouwelijk onderwijs, van belang zijn. Leesbeschouwelijk gevoelig maken, pluraliteit laten zien, daarbinnen de rijkdom van de eigen traditie deskundig binnenbrengen en tenslotte jonge mensen uitnodigen om tot zelfverheldering te komen. Waar sta ik nu zelf als ik kijk naar mijn eigen beleving van die openheid die ik heb ten aanzien van de werkelijkheid? Ik wil nu in het tweede luikje aan de hand van de postkritische geloofsschaal proberen aan te geven wat nu eigenlijk de specificiteit is van die religieuze geloofsact. En een aantal onder u kennen dit, de postkritische geloofsschaal, of niet? Wie kent dit niet? Maar toch een aantal mensen. Voilà, dat is eigenlijk een manier waarop we proberen in beeld brengen hoe cognitief gezien mensen geloofsstijlen gaan ontwikkelen. En ik leg dat kort even voor u toe. Ten eerste, de schaal is ontwikkeld door Dirk Hutsebout, de Leuvense godsdienstpsycholoog. Hij meet in de eerste instantie in welke mate mensen al dan niet geloven in een transcendente werkelijkheid. Inclusie van transcendentie. Ja. En hoe meer je gelooft in een transcendente werkelijkheid, dus iets of iemand buiten ons, score je naar de linkerkant. De meer je dat verwerpt en zegt, de werkelijkheid kan volledig immanent verklaard worden, de meer je schoort naar de rechterkant. Dat is de eerste as. En de meeste mensen vandaag zijn geen radicale atheïsten, want dat is veel te moeilijk. Zijn een soort van ietsisten die zo in het midden zitten tussen de twee. Er is wel iets, maar ik benoem dat niet meer langer volgens de kaders van de traditionele religies. Zitten ergens in het midden tussen die twee. De tweede as kijkt niet naar wat je gelooft, maar hoe je gelooft. De geloofsaffirmaties die je doet, nemen die voor letterlijk waar aan, of lees je die op symbolische wijze. Ja. Letterlijk, Jezus heeft letterlijk over het water gewandeld. Hè. Dat is een letterlijke lezing van het Bijbelverhaal. Als je zegt, Jezus heeft niet letterlijk over het water gewandeld, hè. Dat is die evangelist die in die tijd een literair genre gebruikte om uit te leggen dat Jezus meer is dan een mens, maar ook iets goddelijks had. En men heeft dus die idee of dat beeld gebruikt van het wandelen over het water, maar je dient dat symbolisch te lezen. Ja, in die mate scoor je in je levensbeschouwing richting symbolisch denken. Ja?
En we kunnen dus ook meten in welke mate iemand zijn denken letterlijk georiënteerd is of symbolisch georiënteerd is. En dus Hutzebout komt op basis daarvan tot vier vlakken, zoals je kan zien. Het eerste vlak is mensen die letterlijk geloven. Dat zijn dus mensen die, denk aan Jehovah-getuigen bijvoorbeeld, die ervan uitgaan dat de Bijbel een historisch verslag is van het ontstaan van de wereld. Ja. En die dat letterlijk aannemen. Ja. Tweede is mensen die zeggen, ja maar kijk, dit is nu toch echt wel onmogelijk. Die gaan dus buiten dat geloof gaan staan. Die zitten op een ongelovige positie en die gaan in feite het volledige geloof op basis daarvan verwerpen. En men noemt dat externe kritiek. Of ja, je zou kunnen zeggen radicale godsdienstkritiek. Of atheïsme in zijn hardere vormen. Ja. Richard Dawkins is daar natuurlijk het beste voorbeeld van internationaal. In Vlaanderen hebben we mensen als Etienne Vermeers of Dirk Drouwlands bijvoorbeeld, of Maarten Boudry bijvoorbeeld, zitten heel sterk op dat extern kritische. Die gaan op een genadeloze manier alles wat met religie is gewoon gaan deconstrueren. Letterlijke disaffirmatie. Of dat nu letterlijk is dat je dat verstaat, of symbolisch, het wordt als nonsens afgedaan. Externe kritiek is enorm aan het groeien in Vlaanderen, vooral ook door de Evangeliëzaak hebben we gezien dat er eigenlijk een heel sterke extern kritische stijging is in ja, Vlaamse cognitieve geloofstijlen. De derde stijl is wat we noemen relativisme. Dat zijn mensen die zeggen, er is geen transcendente werkelijkheid. De verschillende godsdiensten zijn ja, interpretaties van de werkelijkheid. Mooie, soms verschrikkelijke manieren waarop mensen vorm hebben gegeven aan die hermeneutische ruimte. En het is toevallig, of jij nu moslim bent, of ja, ik ben in West-Vlaanderen geboren, diep in West-Vlaanderen, dus ik ben katholiek. Hè, en ik sta hier te spreken als katholiek, maar dat is in feite contingent. En iedereen maakt zijn eigen keuze, en of je nu moslim bent, of christen, of jood, of atheïst, dat doet er in feite niet toe. Ja. En we kunnen elkaar wel respecteren en zelfs waarderen. Ja. Maar er is geen enkele godsdienst even waar als een ander. Ze zijn allemaal even onwaar, maar God bestaat toch niet. En kies maar. En ook, ik vind dat tof. Dat jij christen bent, ik vind dat tof. Ah, je bent atheïst, oké. Okay. Je krijgt een soort van formele tolerantie die samengaat met dat symbolisch ongeloof. Ja. Dat noemt men contingentiebewustzijn of symbolische disaffirmatie. De vierde positie is theologisch gezien natuurlijk de positie die ja, we zeker vanuit een theologische faculteit heel sterk verdedigen. Dat zijn mensen die het letterlijk geloof achter zich gelaten hebben. Ja, die daar niet meer in geloven natuurlijk, dat je die Bijbel letterlijk moet lezen. Ja. Die door heel de externe kritiek gegaan zijn, die weten tot welke gruwel van de Holocaust de kerk in staat is. Of zelfs het seksueel misbruik, hè, waartoe de kerk in staat is. Die weten dat er een veelheid bestaat aan levensbeschouwingen. Maar die zeggen en beleiden, desondanks, is het zo dat ik het betekenisvol vind om via een aantal symbolen, rituelen, verhalen enzovoort, ja, binnen een bepaalde gemeenschap, mij toch te verhouden tot iets dat daarin oprijst, dat mij overstijgt. En dat betekenis geeft aan mijn leven, ook al kan ik het niet helemaal letterlijk vatten, zoals dat gebeurt in het letterlijke geloof. Ja. Dat is in feite wat Hutzebout noemt het postkritische geloof, het geloof na de kritiek, of doorheen de kritiek, die de kritiek doorstaan heeft, en die niet meer in de soort van eerste naïviteit zit van het letterlijke geloof, ja, maar in een vorm van tweede naïviteit. Ja. Om een voorbeeld te geven, toen ik studeerde aan de universiteit, stak mijn moeder altijd kaarsen aan omdat ik goede examens ging doen. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond dat niet zo leuk dat ze dat deed. Ja, want ik was bezig met door de externe kritiek te gaan. En ja, ik dacht, dat hangt dan allemaal af van die kaarsen en niet van mij. Hè. En vandaag, als ik in een kerk kom, steek ik een kaars aan voor mijn kinderen. Ja. En versta ik nu beter omdat ze dat toen deed. Hè.
Niet omdat zij letterlijk, of omdat ik letterlijk de werkelijkheid kan beïnvloeden, maar omdat ik daar een aantal betekenislagen kan aanspreken en uitdrukken en oproepen. Ja? Die eigenlijk betekenis geven aan de diepste relaties die mijn leven karakteriseren. Ja? En die voor mij heilig zijn en absoluut zijn en niet te relativeren vallen en niets met contingentie te maken hebben. Waarvan ik geloof dat ze mij gegeven zijn en een absolute waarde en betekenis hebben. Zoals mijn kinderen bijvoorbeeld. Ik kan hem relativeren. Ja? Dat is meer voor mij, althans, in mijn beleving als gelovige, dan een soort van ja, toevallige samenloop van mijn sociologische geschiedenis en mijn karakter en een aantal biologische processen. Ja? Dat laat zich daar niet toe relativeren. En dat ruik ik eigenlijk uit als ik een kaars ga aansteken. Dat noemen we tweede, dat is naïef natuurlijk, hè? Want ik weet dat mijn kinderen overreden kunnen worden. En op de voetbalclub slachtoffer kunnen worden van seksueel misbruik bijvoorbeeld. Dus ik ben ook kwetsbaar daarin. Dus die hermeneutische ruimte is structureel kwetsbaar. Ja? En toch weet ik dat ze gedragen wordt door iets wat groter is dan mijzelf en niet te relativeren en niet te vernietigen valt. Hè? Dat is eigenlijk wat ik bedoel met de religieuze geloos. Act. In elke school heb je mensen van die verschillende groepen bij elkaar. Je hebt een aantal, soms nog letterlijk, als leerlingen dan nog gelovig zijn, dan zijn ze dikwijls letterlijk gelovig. Ja. Dat is dan een probleem ook op zich. Je hebt soms heel wat externe kritiek. Hè. Vooral mensen die gekwetst zijn, afstand genomen hebben van het hele kerkelijke verhaal, om begrijpelijke redenen. Je hebt een zeer dominante groep mensen die relativistisch zijn. Dat betekent dat ze mild positief staan, maar zich niet echt vanuit zo'n perspectief zullen willen engageren. En je hebt normaal gezien ook in een katholieke school een aantal mensen die vanuit die tweede naïviteit zullen spreken en handelen in een schoolcontext. Wat wij dus doen als we scholen onderzoeken, is in beeld brengen, je zult het straks zien, hoe de verhoudingen liggen tussen die vier cognitieve geloofstijlen. En je zal begrijpen, hoe meer mensen je hebt die symbolisch denken, hoe gemakkelijker het zal zijn om een dialoogschool op te richten. Ja? Hoe meer je mensen hebt die letterlijk denken, hoe moeilijker dat zal zijn. Ja, ik wil ook even zeggen natuurlijk dat theologisch bekeken dit de ideale positie is. En dus Hutzebout zegt, het meest mature geloof zijn mensen die in een bepaalde dynamiek gaan staan, maar aan de verleiding kunnen weerstaan om door te stoten naar het letterlijke geloof. Want wie dat doet, natuurlijk probeert het goddelijke te vatten. En als je dat doet, dan ga je met religie macht uitoefenen. Ja? Dus je moet eigenlijk weerstaan constant aan het verlangen om een letterlijke affirmatie te doen. Hè? Want dan zit je eigenlijk in fundamentalisme. Oh ja, ik wil u even laten zien hoe onze studenten PPW scoren op die PKG-schaal. Onderzoek dat dit jaar is uitgevoerd, enfin, 2014 is uitgevoerd. We hebben daarvoor een website. Ik geef hier even een beeld van het onderzoek dat we daarom doen. Dus internationaal is dat eigenlijk mijn core business. Op dit moment hebben we 770 katholieke scholen onderzocht in Australië, in Vlaanderen, in Amerika, de Filipijnen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, zowel lager secundair als tertiair onderwijs. Ja. In Vlaanderen zijn dit de scholen die we tot nu toe onderzocht hebben, 71 in totaal, waarvan één katholieke hogeschool ook, ik zal de naam niet noemen, maar het was niet hier, het was aan de andere kant van het land. We onderzoeken kinderen van het lager onderwijs, van het secundair onderwijs, studenten hoger onderwijs, leerkrachten, directieleden, onderwijsbeleidsinstellingen, ouders en ook nog ja, het poetspersoneel bijvoorbeeld onderzoeken we ook in scholen. Die worden met verschillende kleurtjes weergegeven. Voor Vlaanderen hebben we een steekproef van 22.000 subjecten, zoals je kan zien, verspreid over verschillende groepen. Dus de steekproef die ik toon heeft een responsgraad van 53% als we de ouders niet meerekenen. Dus zijn zeer betrouwbare resultaten. Ik help u dit even te lezen. Dit is het algemeen beeld van het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Aan de linkerkant zie je dus het schoolpersoneel en de ouders. Aan de rechterkant zie je de leerlingen
gespreid over alle leeftijdscategorieën. Wat je opmerkt is, er is geen letterlijk geloof. Ja. Hier is het iets hoger, wat er ook leerlingen van het lager onderwijs bij zitten. Je ziet, de externe kritiek is nog negatief, want de witte lijn geeft het verschil tussen positief en negatief. Maar bij de leerlingen is dat toch al aan het stijgen en wordt die externe kritiek sterker en sterker. Bij het personeel zie je in katholiek onderwijs in Vlaanderen dat nog steeds het postkritisch geloof sterker is dan het relativisme. Dat betekent, je hebt mensen die nog bereid zijn om in het confessionele perspectief te gaan staan, maar met een zeer grote bewustzijn van de veelheid. Ja? Je ziet dat natuurlijk hoe sterker dat relativisme wordt en hoe meer dat postkritisch geloof zakt, hoe meer de dialoogschool onder druk zal komen te staan natuurlijk. Hè. Bij leerlingen zie je een heel ander patroon. Relativisme is eigenlijk de enige dominante culturele format en het postkritisch geloof scoort eigenlijk al negatief, behalve bij een 30-tal% van de leerlingen. Als we dan gaan kijken bij studenten van PPW, dat zijn dus de mensen die binnenkort gaan werken in ons katholiek onderwijs, hè, van de KU Leuven, dan zie je daar dat letterlijk geloof is eigenlijk volledig weg. Nou, is eigenlijk volledig weg geweest. En je ziet dat relativisme het overgenomen heeft van het postkritisch geloof. En dat er zelfs een competitie ontstaat tussen postkritisch geloof en externe kritiek. Ja? Pas op, probeer je voor te stellen, dit zijn studenten, pedagogie, aan de enige katholieke universiteit van dit land. Ja? Je ziet wel, om het positieve te pakken, dat 50% van die studenten nog geïnteresseerd zijn en open zijn om die hermeneutische ruimte ook te bekijken vanuit die katholieke traditie. Hè? Ongeveer 50%. 42% aarzelt en 8% is tegen. Je ziet dat de meerderheid duidelijk in een perspectief staat van een openheid voor een veelheid van levensbeschouwingen. Ja? En dat voor een stuk nog combineert, maar niet iedereen meer, met dat geprivilegeerde perspectief van de christelijke traditie. Straks zal ik spreken over de concurrentie tussen de dialoogschool en de kleurrijke school. Hè? Want dat gaat zich straks reflecteren in het model. Dit is in feite de kleurrijke school en de dialoogschool die ernst zich in feite op dit perspectief. Maar vooral de groei van de externe kritiek is opvallend, alhoewel je merkt dat ook die studenten heel hard onder elkaar in debat zijn over in welke mate het recht is om religie radicaal, principieel te verwerpen. Daar is echt dissensus over binnen die groep zelf. Er is een grote openheid voor een veelheid aan levensbeschouwingen en ongeveer de helft nog van die studenten is bereid om daar binnen dat christelijk perspectief, om vanuit dat christelijk perspectief te gaan kijken. Oh ja, misschien wilt u ook de cijfers van Vlaanderen even zien. U ziet alle leeftijden, het lager onderwijs, zie je de val van het letterlijk geloof. Ja. Het letterlijk geloof in het lager onderwijs start zeer hoog en het valt naar beneden. Een belangrijke vraag is, hoe komt het dat letterlijk geloof zo hoog is in het lager onderwijs? En wat betekent dat voor de didactiek die hogescholen geven aan studenten die gaan lesgeven in de kleuter in het lager onderwijs? Zou het niet zo kunnen zijn, maar dat is een heel delicate vraag om die hier te stellen, dat heel wat kleuterjuffrouws, leerkrachten, lager onderwijs, zelf sterk relativistisch zijn. En op het moment dat ze dan het vak godsdienst moeten gaan geven, zich terugtrekken op de zekerheden van het letterlijk geloof, omdat ze schrik hebben van iets verkeerd te doen. En dus in feite nog te veel letterlijk geloof in de leerlingen, de kinderen gaan installeren. Hè. En je ziet dan wat de gevolgen zijn, dat valt compleet naar beneden. Hè. Er wordt heel laag dat letterlijk geloof, terecht, denk ik. Maar je ziet dat tegelijkertijd ook het postkritisch geloof meegesleurd wordt naar beneden. Hè. Het lager onderwijs is dan groot, maar dat eindigt op een dieptepunt op de leeftijd van 18 jaar. Ja. En je ziet hoe de winnaars zijn de externe kritiek, die stijgt enorm, wordt bijna positief.
in het hoger onderwijs en zakt dat weer een beetje als men ouder wordt. Je ziet ook dat iedereen in feite, iedereen het relativisme als cultureel patroon aanvaardt. Trouwens ook de vicariaten onderwijs, want die staan hier ook bij, die delen ook die openheid voor de leesbeschouwelijke veelheid. Maar die combineren dat met een heel sterk postkritisch geloof. De vraag is wat er gaat gebeuren met die leerlingen van 18 als die opschuiven naar die balkjes. Ja. Dan heb je wel de vraag wat gaat er eigenlijk op middellange en lange termijn gebeuren met het katholiek onderwijs. En dat kunnen we eigenlijk op dit moment met onze instrumenten perfect gaan monitoren. Oké. Ik ben gestart met die idee van welke antropologie de mens als een ruimte die door openheid gekenmerkt wordt. Ik heb daarbinnen proberen uit te leggen wat is dan eigenlijk het specifieke van de geloofsact, ja, waarbij je in die ruimte door bepaalde verhalen en rituelen een transcendente relatie aangaat. Ja. De vraag is nu, hoe kan zich dat vertalen in katholieke schoolidentiteit? En dan komen we bij het concept van dialoogschool. En je weet, lieve Boeven, je spreekt altijd van katholieke dialoogschool. Ik spreek zelf nog altijd van dialoogschool. En dat gaat dus terug op het onderzoek dat wij in Australië gedaan hebben, al vele jaren, zoals u gezien hebt in de cijfers. En dat is gebaseerd op een identiteitsvierkant, waarbij een katholieke school of hogeschool op twee dimensies wordt gemeten. Namelijk aan de ene kant in welke mate ze haar christelijke of katholieke identiteit beklemtoont of niet beklemtoont. De verticale as. En de horizontale as, in welke mate ze open is of niet voor diversiteit. En dus daar solidariteit aan de dag legt. En met diversiteit bedoel ik leesbeschouwelijke diversiteit, culturele diversiteit, sociale diversiteit. Ja? In de mate dat men daar hoog op scoort, zal men naar rechts scoren, maximale solidariteit. In de mate dat men eigenlijk geen rekening houdt met die verschillende vormen van diversiteit, zal men naar links scoren, minimale solidariteit. Ja. Op basis van die twee assen hebben we opnieuw vier modellen uitgewerkt. Hè. Tussen haakjes, het zijn modellen. Dat geldt ook voor PKG. Elke mens en elke school is een mix van die modellen. Hè. We stoppen niet mensen in vakjes. Het gaat om tendensen die we zien in een brede schoolpopulatie aan het werk. En daar komt dan natuurlijk de vier fameuze modellen waar eerst de bisdommen en nu ook het VSKO voor gekozen heeft. Scholen die de klemtoon leggen op heel sterk op christelijke identiteit, maar niet op die openheid en dat waarderen spreken in die hermeneutische ruimte voor diversiteit, dat noemen we monoloogscholen. Ja, scholen van, voor en door katholieken. Ja. Een aantal ouders zijn daar vragende partij voor. Hè. Geef ons monoloogscholen die een veilige omgeving creëren waar onze kinderen niet verstoord worden door de diversiteit, waar er geen hoofddoeken zijn die hen in de war brengen, hè, maar waarin er een soort van stabiele betekenissen in die hermeneutische ruimte worden opgebouwd. Ja. Monoloogscholen. De druk van daaruit wordt ook steeds groter. Hè. En hoe meer scholen zullen verkleuren, hoe meer er ook een vraag zal zijn in onze samenleving naar monoloogscholen. Ten tweede heb je scholen die zeggen, we gaan die identiteit niet beklemtonen, maar we gaan ook niet met die diversiteit rekening houden. Dat noemen we kleurloze scholen. Die in feite de verschillende individuen in de school als uitwisselbare entiteiten beschouwen die object zijn van een goede, strakke, procedurele onderwijskundige vorming. Ja? Maar kleurloos. We gaan niet aan de slag met die diversiteit, is hier de boodschap. Dan heb je scholen die ook die identiteit niet gaan beklemtonen, maar die wel aandacht zullen hebben, grote aandacht zullen hebben voor die diversiteit. En dat noemt men kleurrijke scholen. Ja? Een katholieke school kan ook een kleurrijke school zijn. Hè? Betekent met een enorm grote verwelkomende openheid, maar geen geprivilegeerd perspectief meer. Hè? Dat is precies wat eigen is aan een dialoogschool,
waar je probeert twee dingen met elkaar te combineren. Een maximale openheid met ook een maximaal beklemtonen van die geprivilegeerde relatie tot één bepaalde traditie. En vandaar dat Boeven spreekt van de katholieke dialoogschool. Ja. Voor mij is de dialoogschool confessioneel of katholiek, omdat ze zich onderscheidt van die kleurrijke school. U ziet hier ook de logo's. Hè? Verbondenheid of geen verbondenheid. En in het midden een kruis of geen kruis. En u ziet dat in de dialoogschool er een geprivilegeerde relatie is, maar dat tegelijkertijd ook de andere levensbeschouwingen en invullingen van die hermeneutische ruimte welkom zijn. En vervolgens krijg je dan de dynamiek van het gesprek daartussen als constitutief voor de identiteit van de school. Dat bedoelen we eigenlijk met dialoogschool. Hoeveel tijd heb ik nog? Nog een half uurtje. Goed. En natuurlijk, de keuze die gemaakt is, opnieuw ook op niet alleen pragmatische gronden, maar ook op theologische gronden, denk ik, is voor de dialoogschool. Namelijk de gedachte dat ik alleen maar authentiek die religieuze of die hermeneutische ruimte religieus kan beleven, als ik ook aanvaard dat een andere dat op een andere manier doet en dat zelfs daardoorheen ook dat licht waarover Vaticanum II spreekt, dat licht kan schijnen en betekenis kan hebben. En dat ook mensen daar delen van de waarheid zien die ik niet kan zien. En dat ik daar ook uit kan leren en dat dat ook een plaats kan hebben in de manier waarop ik in dit geval ook de school ga inrichten. God openbaart zich in het totaal andere. En in het uitsluiten daarvan... Kijk, de monologenschool is wat mij betreft geen katholieke school. Omdat ze fundamenteel in tegenspraak is met de grondgedachte dat God zich in de vreemde of in het vreemde aan mij openbaart. En dat uitsluiten legt precies die openbaringsdynamiek, om het dan theologisch te zeggen, eigenlijk stil. De dialoogschool onderscheidt zich wel van de kleurrijke school. En daar steekt natuurlijk de verwarring. En ja, ik heb al verschillende hogescholen ook gezien, die zich proberen als dialoogschool te positioneren, maar als ik dan lees wat ze schrijven, is het in feite een zuiver kleurrijke dynamiek. Ja. Namelijk een dynamiek die door een radicale egalisering van levensbeschouwingen wordt gekenmerkt. Ja. Dus de hele uitdaging, denk ik, zal zijn, hoe kan een concept van dialoogschool neergezet worden, geïmplementeerd worden, die de verwarring met die kleurrijke school eigenlijk gaat vermijden. Kleurrijke scholen zijn ook waardevol, maar zijn geen katholieke scholen. Ook geen katholieke hogescholen meer. Althans niet zoals het hier conceptueel wordt ontwikkeld. Mensen die houden van de monoloogschool, en ja, in kerkelijke kringen heb je dat nogal wat, hè, die vrezen dat de dialoogschool zal verwateren tot de kleurrijke school. Ja. Dus het is een soort van middenpositie die hier wordt ingenomen. Nogmaals, niet alleen op pragmatische, maar ook op inhoudelijk theologische en trouwens ook pedagogische gronden, hè, als we daarop zouden dieper ingaan. De monoloogschool van weleer, hè. Je kent die allemaal, hetzelfde gekleed, allemaal hetzelfde denken, althans zo leek het. Ja. Maar ook dan, denk aan de wetten van Sichem, de hermeneutische ruimte die zich roert en zich verzet en zich niet laat inrijven en lijven. Eén waarheid, rechtdoor. En het licht, rechts, dat schijnt in de duisternis en je ziet de duisternis. Gaat ook heel sterk uit van een pessimistische lezing van de cultuur vandaag. Ja. Waartegen we moeten oppositie plegen. Ja. En liever 3 monoloogscholen in Vlaanderen dan 500 geseculariseerde zogenaamde katholieke dialoogscholen, is de logica hier. Ja. Er zijn ook tendensen in Vlaanderen die zeggen, laat ons dat gewoon loslaten, dat katholiek onderwijs. Dat is verloren, dat is om zeep. Ja, dat is al verkleurd. Wat probeer je nog te doen? Ja. En we moeten ons voorbereiden op een nieuwe tijd. Hè. Dat gaat heel sterk uit van die negatieve en pessimistische lezing. Hè. Voilà, hier zijn ze.
De priesters van Pius X starten een conservatieve katholieke school. Ja. Hier is de brochure van die school, die intussen inderdaad bestaat. Op opening van een volwaardige katholieke school, onder begeleiding van de priesterdienstschap Sint Pius X. Voilà, bestaat in Vlaanderen. Hier is de brochure. Ik zal u misschien even lezen wat is een katholieke school. Ja, en dan zie je in feite hoe dat wordt uitgelegd. Hè. Ik weet of er nog een slide nakomt. Nee. Ik ga u een keer één citaat meegeven. Als het nodig is, dan geeft u zelf les aan uw kinderen. Als de school uw kinderen bederven, wat gaat u dan doen? Hen onder de hoede plaatsen van degenen die hen bederven. Hen toevertrouwen aan degenen die afschuwelijke seksuele voorlichting en praktijken onderwijzen in de scholen. In de praktijk onderwijst men zulke dingen aan de kinderen en men bederft hen al zo vanaf hun kinderjaren. En u verdraagt dat, wordt aan ouders gezegd. Ja, katholieke opvoeding van de kinderen. Het komt terug. De kleurloze school. De school als een treinstation, een grijze omgeving. Iedereen is anoniem. Je komt er alleen om er zo snel mogelijk weer weg te zijn. Je komt je diploma ophalen. En je verwacht een goede service van de school of van het treinstation. Een ticket, een trein die proper is, die op tijd rijdt, die het nodige comfort biedt. Maar voor de rest is er in feite in zo'n school geen verbondenheid meer. Iedereen loopt binnen en buiten. En we zijn vreemden voor elkaar, we zijn niet langer in elkaar geïnteresseerd. Is eigenlijk wat een beeld van de kleurloze school. En je zult merken dat die kleurloze school ook in opmars is, enorm, in Vlaanderen. Hè. Dat zijn leerkrachten die zeggen, oké, ik kom hier voor mijn lessen te geven, maar vraag niets anders. Ik ben expert, ik kan wiskunde geven, maar vraag mij helemaal niet. Ja. Kleurloze tendensen, die een zeer formele opvatting hebben van het beroep van leerkracht. Naar leerlingen toe, de vrijheid staat daar centraal. Ik volg mijn eigen weg, een heel sterke vorm van autonomie die daar gaat spelen. Waarbij je ook niet blootgeeft, die hermeneutische ruimte, dat is iets voor mezelf, dat behoort tot mijn privésfeer. Ja? En ik leg die niet op tafel. Ik breng die ook niet binnen als ik als leerkracht les ga geven in een lager of een secundaire school. Iedereen kruipt onder zijn eigen paraplu en dan wordt er eigenlijk niemand nat. De kleurrijke school, hè. Kijk, prachtig. Op een speelplaats gefotografeerd. Verbondenheid ziet u, liefde. Ja. Maar geen referentie meer naar een geprivilegeerd leesbeschouwelijk perspectief. Typisch voor de kleurrijke school. En overal waar je in Vlaanderen komt, zie je eigenlijk de kleurrijke school aan de muren hangen van ons katholiek onderwijs. Ja. Ziet ook dat egaliserende speelt daarin. Heel sterk mee. We zijn allemaal een familie. Er is wel samenhorigheid, maar die samenhorigheid is immanent, hè? In de kleurrijke school. Eigenlijk op zich is daar niets mis mee, voor alle duidelijkheid. De katholieke dialoogschool, hè? Mensen zijn ook verbonden, maar vanuit een transcendent perspectief met een geprivilegeerde relatie met het transcendente. Ja, raken en aangeraakt worden, hè? Verbondenheid en autonomie, hè? Immanentie en transcendentie. God die caritas is, het amor, heeft iemand daarbij geschreven. Ook te maken natuurlijk met die ethische relatie speelt natuurlijk ook daar heel sterk mee. Dus de verbondenheid in de eerste plaats ook met degene die kwetsbaar is, speelt daarin een belangrijke rol. Ik moet u niet uitleggen dat katholiek onderwijs in Vlaanderen heeft gekozen voor dat model van de dialoogschool. Opnieuw terugkerend naar onze studenten PPW. Hè, waar staan die als we kijken naar de katholieke dialoogschool in relatie tot de resultaten voor het basis- en het secundair onderwijs in Vlaanderen? Ik moet u kort zeggen, u zult straks telkens twee balkjes zien. Hoe kijken mensen vandaag naar hun school? En ten tweede, hoe kijken ze naar een ideale school? Het feitelijk en het normatieve niveau ten aanzien van elkaar. We vergelijken die twee perspectieven om te kunnen voorspellen in welke richting het katholiek onderwijs in Vlaanderen
aan het evolueren is. Ja, ik ga dat even overslaan. En we beoordelen dat dan ook vanuit een theologisch perspectief. Voilà. Dit zijn de resultaten voor Vlaanderen en dat gaat dus over een zeer grote steekproef. Hier zitten 10.000 mensen in, hier zitten er 5.000 mensen in. Het schoolpersoneel en de ouders in Vlaanderen. Zie je, de monoloogschool wordt afgewezen, helemaal afgewezen. Er wordt ook niet gedacht dat scholen, dus het feitelijk niveau, vandaag nog monologaal zijn. Alhoewel 30% zich toch niet al te veilig voelt in het katholiek onderwijs. Kijk. Ik denk nog altijd dat dat een soort van monologe machtsbastion is. Hè. Het wordt duidelijk afgewezen, alhoewel er een groep ouders is en personeelsleden, hè, die wel zegt, misschien moeten we wel terugkeren naar de echte katholieke school. Hè. Die tendens bestaat ook. Hè. Het is een heel complex en genuanceerd verhaal. De dialoogschool wordt vandaag reeds gezien en ervaren, hè, waar je dus pluraliteit en identiteit combineert. En het is duidelijk dat dit de marsrichting is waar de meeste schoolpersoneelsleden en ouders naartoe willen. U ziet, er is een stijging van het feitelijk naar het normatieve niveau. Dat betekent dus dat in Vlaanderen er een zeer sterk empirisch draagvlak is voor de katholieke dialoogschool. Dat is ook de reden natuurlijk waarom men heeft aangedurfd om die optie te nemen. Met slechts een groep van een 15% die daar weerstand tegen biedt. De kleurrijke school, ja, je ziet hier dat een aantal mensen het katholiek onderwijs vandaag al als behoorlijk gekleurd ervaren en zien, een groep twijfelt. Maar je ziet wel ook dat de steun voor de kleurrijke school aan het groeien is in de katholieke scholen in Vlaanderen. Je ziet hier dat zelfs ongeveer de helft daar ook voor gewonnen zal zijn. Dus als het project van de dialoogschool mislukt, dan is het duidelijk wat er gaat gebeuren. Dan gaan de scholen verkleuren. Hè. En dan ga je dus een enorme druk krijgen op het katholiek onderwijs. En zal het zeer moeilijk zijn natuurlijk om dit nog, bij manier van spreken, vanuit een gemeenschappelijk project te gaan ondersteunen. Het is een soort van stille secularisatie die hier eigenlijk aan het gebeuren is als tweede alternatief. U ziet ook dat de kleurloosheid, dat 25% van het huidig personeel in het katholiek onderwijs en de ouders reeds kleurloos denken. Hè? Dat is toch wel een grote groep. Als we naar de leerlingen gaan kijken, dan zie je daar dat de monoloogschool wordt afgewezen. De dialoogschool erkend wordt voor een stuk, onder druk komt te staan, hoewel nog 50% eigenlijk van de leerlingen in Vlaanderen zo'n dialoogschoolconcept wel ziet zitten. En er een groep is van 20% dat aarzelt. Sorry, van 22% is dat aarzelt. 30% is tegen. Dat betekent in deze analyse dat er 70% van de leerlingen nog meegenomen kan worden in zo'n project van een katholieke dialoogschool. Maar tegelijkertijd zie je ook dat voor leerlingen de zaak gerust mag verkleuren. Hè. Zie je? Natuurlijk ook veel gemakkelijker en minder uitdagend. Je wordt dan niet meer lastiggevallen met één bepaald perspectief. Hè. En je ziet dat dat eigenlijk wel enorme steun krijgt bij de leerling en bijna niemand, 20% zich daartegen verzet. Je ziet ook al dat het kleurloze positief kleurt. Hè. Dat betekent, laat ons gerust. Laat ons gewoon gerust, is wat daar eigenlijk staat, voor die groep van 40%. Er zit ook 40% die zegt, nee, ik wil aangesproken worden, ik wil in die hermeneutische ruimte uitgedaagd worden, hè, maar wel liefst op een manier die respectvol is naar de diversiteit toe. Je ziet dus een vrij genuanceerd, complex verhaal voor Vlaanderen. Onze studenten PPW van de KU Leuven verwerpen sterk de monoloogschool, staan nog open, maar ja, we hebben gezien daar straks dat er 50% nog in postkritisch geloof staat, dus die mensen zie je hier terugkeren, zelfs nog iets meer, staan open voor de dialoogschool. Maar je ziet dus dat de Leuvense pedagogen in feite de verschuiving van de dialoogschool naar de kleurrijke school eigenlijk reeds
voor een groot stuk voltrokken hebben. Wat natuurlijk een enorme uitdaging is, want ja, als zij in de toekomst de pedagogische projecten gaan uitwerken van onze katholieke dialoogscholen, dan zie je dus dat je dus met een soort van verkleuring zit. Vind ik niet zo erg, dit vind ik wel veel erger, dat studentenpedagogie positief scoren op kleurloosheid. Dat betekent geen positieve appreciatie van culturele, religieuze en ethische diversiteit. Hè. Dat betekent een zeer procedurele visie op pedagogiek. Dat vind ik persoonlijk zeer verontrustend. Ja, en ik confronteer hen daar ook mee, zo brutaal mogelijk, omdat ik dat mag doen academisch, met die realiteit in de colleges. Dat levert natuurlijk enorme discussies op, ook onder de studenten zelf, want je ziet dat de meningen over kleurloosheid ook wel verdeeld zijn. Maar als dat de toekomst natuurlijk is, dan zitten we wel met een echte... Ja, dan gaan onze scholen eigenlijk diplomamachines worden, die zuiver procedureel gaan functioneren. Willen we dat? Ja. We weten ook dat er, dat is dan misschien al te technisch, dat er een band is tussen kleurrijkheid en kleurloosheid. Op het moment dat een school verschuift van dialoog naar kleurrijk, kun je op lange termijn het verschuiven naar kleurloos niet meer tegenhouden. Ik wil dat straks gerust uitleggen, als je zo interesseert hoe dat komt. Maar die twee zijn heel nauw met elkaar verbonden. Je ziet het trouwens ook hier al in de resultaten. Als we dat voor Vlaanderen bekijken, dan Vlaanderen breed opnieuw gedifferentieerd, dan zie je dat de weerstand tegen dialoog groeit, tegen monoloogschool groeit met de leeftijd, maar dat iedereen daartegen is, trouwens ook de bisdommen, voor alle duidelijkheid. Dat er een gemeenschappelijk draagvlak is voor dialoogschool, maar dat de volwassenen veel enthousiaster zijn dan de leerlingen. En dat dus de studenten van het hoger onderwijs, dat zijn die paarse, daartussen staan. Dat zij willen verschuiven naar de kleurrijke school. Dus dat is wel een uitdaging natuurlijk naar de hogescholen toe. Hoe sterk zijn jullie studenten eigenlijk echt aan het voorbereiden op de dialoogschool? En zijn jullie niet veel meer aan het voorbereiden op de kleurrijke school? En hoe strookt zich dat dan met de opties die genomen worden? En hier zie je de enorme piek van de studenten-PPW als het gaat over kleurloosheid. En de weerstand ook van schooldirecties, want daar kun je ook naar kijken, er zitten hier 300 schooldirecteurs in, dat zijn die lichtbruine, en die willen voor dialoog, die zijn tegen monoloog. Die verwerpen ook de kleurrijke school nog, en die verwerpen zeker de kleurloze school. Ja? De leerkrachten, dat zijn 2200 leerkrachten, verwerpen de monoloogschool, trekken mee aan de dialoogschool, verzetten zich niet tegen de kleurrijke school, maar eigenlijk ook niet meer tegen de kleurloze school. Dus dat is hier ook een enorme uitdaging naar de toekomst van het onderwijs in Vlaanderen. En wat we kunnen doen, is dit dus gaan monitoren op lange termijn en op grote schaal. In Australië, om u een beeld te geven, moet elke school van 4 bisdommen om de 4 jaar door dit proces gaan om te kunnen opvolgen wat er met de identiteit van de scholen aan het gebeuren is. Voilà. Eerste luikje, hermeneutische ruimte, christelijke antropologie. Dan daaraan verbonden nadenken over hoe gaan we daarbinnen de religieuze geloofsact gaan begrijpen als iets dat van buiten komt, maar alleen kan geïnterpreteerd worden als daarin bepaalde symbolische elementen aanwezig zijn. Ten derde, hoe zich dat vertaalt in een school als een dialoogschool waarin dat punt nog wordt aangereikt. En dan ten vierde, wat betekent dat dan voor de pastoraal in de context van het hoger onderwijs? Wel, daarvoor zou ik graag verder gaan op de PKG-schaal. Je zou kunnen zeggen dat in het letterlijke geloof heb je een geloofsgemeenschap die is gesloten en die beschikt over een aantal rechtstreekse toegangslijnen tot het religieuze. Een letterlijke lezing van de Bijbel, een letterlijke begrijpen van de sacramenten bijvoorbeeld, die als het ware een soort van magische rituelen zijn. En daardoor ben je eigenlijk zeker, als je dat precies en correct uitvoert, letterlijk uitvoert, dat je dan eigenlijk de zekerheid hebt van God aan je zijde
te hebben. Voor iemand die in externe kritiek staat, ja, is God not available. Hè? Er is geen transcendente werkelijkheid. Dus die vraag stelt zich daar niet of er iets transcendents, iets ja, ontologisch als referent daar is. Voor iemand in het relativisme kun je zeggen, hè, die geniet van een veelheid aan symbolen en rituelen, ja, aan verhalen, aan tradities, aan ervaringen, maar die convergeren niet naar één bepaald punt. Ja, dat is eigenlijk een soort van esthetische appreciatie van de werkelijkheid. En dat kan mindfulness zijn, dat kan muziek zijn, dat kan kunst zijn, dat kan politiek zijn, dat kan zijn, ja, mijn assistent houdt van Star Trek, heeft er Star Trek bij gezet. Dat kan sport zijn als een nieuwe religie, ja, waarin je ja, betekenissen als zinvol ervaart. En je kan ook wisselen tussen die betekenissen. En het kan zijn dat je zegt, oh, ik ga in de goede week naar de mis omdat ik graag de Matthäus Passion hoor. En ik kan daarvan genieten, dat is esthetisch subliem. Ja. En ik kan de week erop kan ik naar een tentoonstelling gaan van kunst. En daar heb ik eigenlijk dezelfde soort van immanent transcendente ervaring. Ja. Maar die convergeren niet naar één bepaald punt. Hè. Dat zijn eigenlijk wisselende, relatieve, contingente appreciaties van de werkelijkheid die eigenlijk uiteindelijk uitlopen op ja, een leven dat ja, gewoon eindig is en contingent is. Ja, dat is de levensbeschouwing van iemand die in zo'n relativistisch perspectief zit. Dat is een manier, denk ik, waarop heel wat mensen vandaag hun leven mooi en positief beleven en ook open kunnen zijn voor wat gelovige mensen bijvoorbeeld als zinvol gaan ervaren. Maar er is niets ultiem zinvol, want er is geen transcendente werkelijkheid. Dat betekent natuurlijk niet dat een leven met een zinloos einde een zinloos leven is hè, voor zo'n mensen, maar het zal zich beperken tot een immanente beleving van het esthetische en het ethische en het levensbeschouwelijke. Ja, en ik kan genieten van een roman en ik kan ja, genieten van een toespraak die goed gegeven is of van een kunstwerk dat mooi gemaakt is. Maar uiteindelijk refereert het naar niets. Ja? Ten vierde heb je dan dat postkritisch geloof en het probleem is dat je daar wel een referent hebt. Ja? Iets absoluuts, in onze traditie hebben we dat God genoemd. Maar eigenlijk weten we niet wie hij is. Hè. Dus ik ben begonnen met te zeggen, in het Jodendom is God... ja, de Joden spreken niet veel over God. Hè. Dat is de naam van God in het Jodendom. Je mag hem zelfs niet uitspreken, want dat is blasfemie. Daar staat het tetragrammaton. Hè. Dus eigenlijk, ja, als je dat tegenkomt in de Bijbel, dan mag je die naam niet uitspreken. Ik ga het hier ook niet doen. Het zou... Dus eigenlijk, God is absoluut transcendent. Je hebt daar geen toegang toe. Dat is niet, dat is absoluut. Dat is iets dat onvoorwaardelijk respect verdient. Dat zich via Levinas de ethiek toont aan ons. Als iets dat niet te relativeren is, waar we niet aan voorbij kunnen lopen. Maar dat wel ultiem is en absoluut. Het verschil met het christendom is natuurlijk dat in het christendom die absoluut transcendente God... heeft zich in het christendom geopenbaard of geïncarneerd in één bepaalde figuur. En vandaar dat voor de Joden natuurlijk het christendom is godslastering. Omdat, ja, Jezus beweert dat hij de Zoon is van God. Wat een ongelooflijke pretentie. Dat ene mens zich kan aanmeten van de Zoon van God te zijn. Ja, vanuit het Joodse perspectief is dat onaanvaardbaar. In het christendom is het zo dat die transcendente God immanent wordt, dus vlees en bloed krijgt in een concreet mens, ja, dat is incarnatie. En dat bovendien ja, die relatie tussen de Vader en de Zoon, maar nog een keer, maar ik wil niet te theologisch worden, trinitair is, dat betekent God is zelf 1 en 3, ja, dat is heel moeilijk om uit te leggen vandaag, is Vader, is Zoon en dan tussen de Vader en de Zoon, is er dan een relatie en dan noemen we de geest. Ja? Vandaar in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja, dat vat dat eigenlijk samen. God is zelf dialoog. God is geen monoliet. Hè? Vandaar, de monoloogschool is geen katholieke school. Omdat van binnenuit God zelf dialoog is. En het is die dialoog die zich in de christelijke antropologie naar buiten toe openbaart in de incarnatie. Ja? Dus wie zegt...
dat de dialoogschool alleen maar een pragmatisch trucje is om het katholiek onderwijs vandaag te redden. Ik moet zeggen, het is eigenlijk theologisch gelegitimeerd. Het is vanuit de gedachte dat de waarheid zelf intern complex is, dat de waarheid zelf zich dialogaal aan ons toont. En dat christendom zelf gebaseerd is op een dialogaal godsverstaan. In tegenstelling tot, ja, men is tot het jodendom, omdat je daar ook wel de dialoog hebt tussen God en het Joodse volk, maar met een heleboel andere problemen aan verbonden. Dus met andere woorden, het is eigenlijk zo dat in de kern van zo'n dialoogmodel staat die ontologische referentie. Geloven in God voor iemand in tweede naïviteit is niet hetzelfde als geloven in Mickey Mouse. Want Mickey Mouse die bestaat niet. Hè? Die is gemaakt in Florida in de studio's van Walt Disney. Ja? Dat is een construct, dat is een interpretatie. Voor iemand die gelovig is, die laat die relatie niet relativeren. Ja, in die relatie zit er iets absoluuts. Net zoals er ook in de relatie van de liefde of mijn relatie tot mijn kinderen iets absoluut zit. Dat laat zich niet relativeren. Hè? Voor iemand die dus in de christelijke traditie staat, heb je daar die ontologische referent. Maar tegelijkertijd is die ongrijpbaar, hè? Want het is geen letterlijk geloof. En je hebt dus eigenlijk een aantal vermiddelingsstructuren, om het theologisch te noemen, een aantal kanalen nodig, die eigenlijk rijk zijn, die ook pluraal zijn intern. Het christendom is een ongelooflijk plurale religie. Hè? Hoeveel orders hebben we niet? Ja? Dus je ziet een heel aantal aspecten. En dat kan zijn het gebed, hè? De Bijbel natuurlijk is belangrijk. De sacramenten zijn in de katholieke kerk, ja, het belangrijkste, wat is in feite de zondagse liturgie? Het is een soort van symbolische condensatie van de ontmoeting tussen God en de mens. Ja? Maar dat kan ook zijn via de ethiek, dat kan via de esthetiek zijn. Ook het magisterium staat daarbij, met alle problemen daaraan verbonden. Of de menselijke ervaring. Je zou dus kunnen zeggen dat een katholieke school of een katholieke hogeschool is een ruimte. Ja? Een open ruimte, een hermeneutische ruimte. Je ziet ook, de cirkel is hier open. Voor een veelheid van ervaringen en invullingen van die hermeneutische ruimte. Maar waarin een aantal symbolen, een aantal rituelen, ja, een aantal beelden, een aantal verhalen worden binnengebracht die uitnodigen om dat licht te ervaren in een religieus perspectief. En zonder de initiatie en het aanbieden van die verschillende vermiddelingsstructuren, ja, zal je nooit komen tot een religieuze ervaring in de christelijke zin van het woord. Daar heb je die vermiddelingen nodig en ook een gemeenschap die op een of andere manier dat aanbiedt. Ja. En als dat er niet is, en als die mogelijkheden niet gegeven worden, dan ga je nooit kunnen die geprivilegeerde relatie, als het ware, kunnen gaan opbouwen. En voor mij is het eigenlijk de taak van een pastorale dienst, ook in een hogeschool, dat zij ervoor zorgt dat de Bijbels niet in een coverbox liggen, hè, maar dat eigenlijk de vermiddelingsstructuren van de traditie op een hedendaagse, en dan kom ik op een heel ander discours, op een gerecontextualiseerde manier worden aangeboden binnen die hermeneutische ruimte. Ja, en dat moet gebeuren op een manier die aansluit bij de gevoeligheid van mensen vandaag. Het volstaat ook niet om al de oude Maria-beelden hier weer binnen te rijden, om te denken, en zoals een aantal mensen denken, dat daarmee opnieuw die religieuze ervaring mogelijk zal worden. Het zal moeten gebeuren op een manier die aangepast is, die in dialoog is, ook met deze tijd. Maar het is wel zo dat typisch voor zo'n benadering is dat je een convergentie krijgt naar een punt dat je tegelijkertijd niet kan vastnemen en dat je ook niet kunt opleggen aan de anderen. Waarvan je enkel maar kunt een context creëren die getuigt van een soort van eerbied en dat mogelijk maakt, eventueel zelfs daartoe actief gaat uitnodigen. En dat dient dan te gebeuren natuurlijk, op een dialogale manier. Oh ja, ik heb hier even
in de tekst. En Frederik zit hier ook, denk ik, in de zaal. Hey, waar zit hij? Voilà. We hebben samen naar die tekst gewerkt. Ja, die tekst, denk ik, die de associatie uiteindelijk heeft goedgekeurd, die eigenlijk de visie is van de associatie op leesbeschouwelijk vlak, sluit hier eigenlijk bij aan. En ik lees u graag de tekst even voor. De associatie KI Leuven erkent, ja, en dat kan gebeuren vanuit een binnenperspectief of een buitenperspectief. Zoals Joris gezegd heeft in het begin, niet iedereen hoeft in het binnenperspectief te staan om te erkennen dat we ons tot dit verhaal willen verhouden. Het christelijk verhaal, dat is een zeer open definitie, want het christelijk verhaal is zelf ook een zeer rijk en intern pluraal gegeven. Als het bevoorrecht uitgangspunt, dus geen kleurrijkheid, waar er geen bevoorrecht perspectief is, als het bevoorrecht uitgangspunt en de toetssteen voor humaniteit en zinvolheid. Ja? We gaan ons voortdurend de vraag moeten stellen, wordt de hermeneutische ruimte van elkeen in deze organisatie ten volle gerespecteerd? Ja? En nodigt op grond daarvan, dus dat is die inclusieve benadering, de verschillende religies en levensbeschouwingen uit om mee in dialoog te treden. Voilà, de katholieke dialoogschool. Hogeschool. In de dynamiek van de katholieke traditie, u ziet hier opnieuw het sterk dynamisch verstaan, niet het monologisch verstaan van de traditie, is de associatie KI Leuven een veelzijdige erkenning van de pluraliteit, gastvrije, die hermeneutische ruimte staat open voor iedereen die deze ruimte respecteert, en open ruimte, waarin recht wordt gedaan, recht doen, de mensenrechten klinken daarin door, aan de waardigheid van elke mens. De waardigheid van elke mens hangt samen met die idee van elke mens is gemaakt naar het beeld van God. In al zijn of haar dimensies, dus ook in dat vermogen tot transcendentie. Verwijst naar het personalisme. De associatie KI Leuven creëert in die context mogelijkheden tot de vorming van personen, in de volle zin van het woord, die vandaag en in de toekomst een deskundige, ja, kwaliteit van onderwijs, zorgzame, duurzame, hangt samen met die ecologische dimensie, en kritische bijdrage. Ja? Dus een kritiek op een zuiver markteconomisch denken, een kritische bijdrage kunnen leveren aan het samenleven in verschil. En verantwoordelijkheid met de bijzondere aandacht voor het kwetsbare. Dat kan dan de medemens zijn, of dat kan ook eigenlijk de natuur zijn, in de mate dat die ook kwetsbaar is. In die zin zie je hoe ook de identiteit van de associatie gealineerd is op deze analyse van de katholieke dialoogschool. Voor het pastorale handelen dan moet zich dat, denk ik, op vier dimensies gaan toespitsen. De vier klassieke dimensies van het pastorale handelen van de kerk. Ten eerste in zaken dienstbaarheid. Ja. Dat kan een activiteit zijn van rond mensenrechten of rond welzijnszorg of rond broederlijk delen. Hè. Dat is wel maar één van de vier dimensies. Rond het vormen van gemeenschap ook binnen de hogeschool. Ook rond momenten van communicatie en momenten waar symbolen, rituelen en eventueel ook sacramenten worden aangeboden. Natuurlijk, hoe meer je naar de kern van de zaak gaat, hoe meer je daarbij de vrijwilligheid en de vrijheid van mensen moet respecteren, precies omdat we erkennen dat die hermeneutische ruimte ook op verschillende manieren kan beleefd worden. Ja, en ik weet dat jullie identiteitsverhaal ook al hebben uitgeschreven, heel sterk vanuit deze inspiratie, leven van en met elkaar. En dat in de lijn daarvan het jullie plan is, en dat mag ik toch als bestuurder zeggen, Joris, dat ik dat zeer erg toejuich en ook zal ondersteunen, waar nodig, het oprichten van een Vives identiteitsgroep. Ik heb op jullie website al die woordenwolk ontdekt, die heel goed aansluit bij wat ik hier gezegd heb. Alleen heb ik het woord dialoog niet teruggevonden. Misschien is dat nog een suggestie voor de verdere werking. Dit alles veronderstelt dat we de traditie eigenlijk ook durven zonder taboes
op een nieuwe manier te sprake brengen. En ik wil daarom eindigen met dit kunstwerk, dat ik ook voor u, dat ik binnenbreng in uw hermeneutische ruimte, en daar een interpretatie rond wil gaan geven, omdat ik denk dat dat een mooi beeld is van wat een opvoeder, ook een bestuurder die aan leesbeschouwing werkt, zou kunnen doen. Een beetje zoals die vrouw hier, die met het kind bezig is. Het is ook een pedagogische relatie. De titel van dit werk dat in Londen hangt is Out of Reach. Daughters, de dochters van Eva. En het toont eigenlijk in een appelgaard een moeder aan met haar kind. En wat er eigenlijk heel mooi is in de compositie van dit schilderij, is dat ze eigenlijk de tak naar beneden trekt om het kind de appel te laten nemen. Ja? Wat eigenlijk ook een heel mooi beeld is, denk ik, van wat leesbeschouwelijk ook religieuze vorming is. Het christendom is niet iets statisch, is niet iets dors dat zal afkraken als we er te veel aan trekken, maar is iets elastisch. Ja? En we moeten in feite die traditie naar de context, naar de jongeren van vandaag proberen toe te brengen. Ja? En dat is de beweging die hier ook in zit. En die vrouw, door haar handen die verticaal zijn, verbindt eigenlijk de verwijzing naar het transcendente met het dagelijkse leven. Haar hand ligt eigenlijk op de keukentafel, zo je wil. Ja? Dat kind wordt ook uitgedaagd. Het kindje staat op de toppen van zijn tenen, zie je. Het heeft ook te maken met het stimuleren, het durven laten groeien, het uitdagen van die hermeneutische ruimte om nieuwe dingen daarin te laten ontdekken, de nieuwsgierigheid gaan prikkelen, de leesbeschouwelijke bedachtzaamheid gaan aanspreken, zoals die moeder ook doet met dat kind. Ja. Toen ik aan mijn eigen kinderen vroeg, toen ze nog klein waren, wat zij in dat schilderij zagen, dan antwoordden ze, dat kindje wil gepakt worden. Ja. Dus wij zijn altijd geconcentreerd op de inhoud, maar eigenlijk gaat identiteit in de eerste plaats over relaties. Ja. En het heeft ook heel veel te maken met hoe gaan we om met elkaar. Ja. Veel meer dan met welke inhoud willen we hier per se overdragen van de ene generatie naar de andere. Het gaat over relationaliteit ook in de eerste plaats. Ja. En daarom is die kleurloosheid zo'n bedreiging, denk ik, de echte bedreiging voor ons katholiek onderwijs. Je ziet ook dat die vrouw niet alleen op haar eigen benen staat, maar ook steunt op de tafel van de gemeenschap of van de traditie, zo je wil. En ik zou daar allerlei andere theologische bespiegelingen kunnen aan vastknopen, maar ik zal dat niet doen. Misschien nog twee korte reflecties. Uiteindelijk verwijst dat schilderij naar de dochters van Eva en dat verwijst eigenlijk naar Maria. Hè. Het is eigenlijk een schilderij waarin Maria wordt weergegeven. Vandaar dat het noemt de dochters van Eva. Waarbij natuurlijk het element heel sterk speelt, zeker als je dat mariologisch zou bekijken, dat we uiteindelijk de eindresultaten, de vruchten van ons eigen werk niet zelf in handen hebben, maar dat dat eigenlijk ook een werkelijkheid is die onszelf te boven gaat. Hè. En onze eigen inspanningen ook te boven gaat. Sommige vrouwen zeggen tegen mij, dit is een slecht voorbeeld, dit schilderij van geloofscommunicatie, want het zijn weer allemaal de vrouwen die het moeten doen. En waar zijn de mannen in het schilderij? Anderen zeggen, er is niet alleen appels, er zijn ook vele vruchten vandaag om uit te kiezen. Dus je kan ook dat tegen dat beeld in een aantal zaken gaan zeggen, afhankelijk van hoe je eigen hermeneutische ruimte is ingevuld. In elk geval, door zo te reflecteren, heb ik uw perspectief op dat schilderij in elk geval beïnvloed. En ik hoop op dezelfde manier ook dat deze lezing een manier was om u te helpen nadenken hoe u binnen uw eigen hermeneutische ruimte met dit thema van leesbeschouwelijke identiteit omgaat. Ik dank u voor uw aandacht.